Vandaag een antwoord op de vraag van Mieke. Mieke start elke dag met het doel en eigenlijk ook de overtuigingen, verleidingen die dag te weerstaan. Niet toe te geven aan de verleidingen die gedurende de dag op haar afkomen. Dit lukt Mieke eigenlijk probleemloos. Een heel aantal uren op een dag over het algemeen. Aan het begin van de dag prima. Ze kan verleidingen zien staan en hier niet naar talen. Maar herhaaldelijk aan het eind van de dag lukt het haar niet meer om deze verleidingen te weerstaan. Waar dat aan het begin van de dag wel goed lukte. En belandt dan alsnog een verleiding die ja, een samenstelling bezit qua voedingsstoffen. Die een nadelige invloed heeft op haar gewicht. Belandt dan alsnog in haar mond. De vraag van Mieke is: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn eetgedrag ook aan het eind van de dag nog beter kan controleren? Want wat merkt Mieke dus? Aan het begin van de dag kan ze haar eetgedrag en het weerstaan van verleidingen prima controleren. Maar aan het eind van de dag veel minder tot eigenlijk niet. Dus de vraag van Mieke is: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik heel de dag door, dus ook aan het eind van de dag, de controle over mijn eetgedrag kan behouden? Dus 's avonds een vergelijkbare controle kan ervaren ten opzichte van 's ochtends. Want 's ochtends ervaart ze die controle wel heel duidelijk. Dus dat is de vraag van Mieke. Nou, Mieke, controle over je eetgedrag kan je enkel ervaren wanneer je hersenen goed kunnen werken. Hoe zit het? Je hebt een zenuwstelsel in jouw lijf. En dat zenuwstelsel kan je opdelen in twee delen. Een centraal deel, daar vallen je hersenen onder. En een perifere deel, dat is alles onder je hersenen. Wil jij controle over je gedrag kunnen uitvoeren, moet dit deel, dus dat centrale deel waar je hersenen onder vallen, wel goed kunnen werken. Want, ja, soms is het ook zo dat dit niet goed werkt, dat enkel activiteit hier in dat perifere deel aan de orde is. En dan kun je geen controle over je eetgedrag uitvoeren. Want daar heb je dus, ja, je hersenen voor nodig. Dus kennelijk, aangezien jij merkt dat je controle hebt en houdt over je eetgedrag een heel deel van de dag, maar aan het eind van de dag over het algemeen niet meer, betekent dit dus dat de werking van je hersenen, de activiteit al daar regelmatig verslechtert gedurende de dag. Dus moeten we het gaan hebben over waar dat mee samenhangt, wanneer de activiteit daar zal afnemen gedurende de dag. Met als gevolg dat je aan het eind van de dag geen goede hersenwerking meer hebt en daardoor ook geen goede controle meer over je eetgedrag. Daar moeten we het over gaan hebben, want dat moet dan voorkomen worden, wil jij aan het eind van de dag ook wat meer controle gaan ervaren over je eetgedrag. De activiteit daar zal afnemen gedurende de dag en je hersenwerking zal verslechteren aan het eind van de dag, met als gevolg een mindere controle over je eetgedrag, wanneer de afvoer van afvalstoffen in je lijf niet goed verloopt. Hoe zit het namelijk? Afvalstoffen zijn stoffen met verzurende eigenschappen. Wanneer de afvoer van afvalstoffen in je lijf niet goed verloopt, dan zal de zuurtegraad in je weefsels, zal, naarmate de dag vordert, steeds iets hoger worden. Wanneer de zuurtegraad in je weefsels, naarmate de dag vordert, door een opstapeling van afvalstoffen in je weefsels die niet goed afgevoerd worden, steeds iets hoger wordt, dan zal de werking van enzymen in jouw weefsels, naarmate de dag afnemen, want de werking van enzymen is enkel optimaal bij een optimale lichtbasis zuurtegraad. En ja, die zal steeds meer gaan verdwijnen naarmate de dag vordert, wanneer de afvoer van afvalstoffen niet goed verloopt. Wanneer de enzymwerking in je weefsels
zuurtegraad in je weefsels verslechtert in de loop van de dag, dan zal de productie van energie in je weefsels afnemen naarmate de dag vordert. Ja, en als jouw cellen, waaronder je hersencellen, naarmate de dag vordert steeds minder energie hebben, bezitten, ja, dan kunnen ze minder goed werken. Kunnen je hersencellen dus minder goed informatie verwerken, informatie integreren. En ja, dan zou dus ook de controle van jezelf over je gedrag, inclusief je eetgedrag, afnemen. Want daar heb je goed werkende hersenen, goed werkende hersencellen, een goed verlopende informatieverwerking en integratie van informatie in je hersenen voor nodig. Maar ja, als de afvoer van afvalstoffen in je lijf niet goed verloopt en de zuurtegraad in je weefsels na verloop van tijd en de loop van de dag oploopt, ja, dan zal dus zal de geestelijke energie ontbreken die nodig is voor jou om ook aan het eind van de dag nog een goede controle over je eetgedrag te kunnen ervaren. Want ja, dan zal de activiteit daar beperkt zijn geraakt. Dit kan je dus enkel voorkomen en je kan dus enkel meer controle over je eetgedrag blijven behouden. Ook aan het eind van de dag wanneer je zorgt voor een goed verloop van de afvalstoffenafvoer in je lijf. En hoe zorg je daarvoor? Je lichaam is enkel in staat de afvalstoffen, stoffen met verzurende eigenschappen in je weefsels, behoorlijk snel naar vorming te verdunnen, neutraliseren en afvoeren, wanneer de verdeling van vocht en voedingsstoffen over je weefsels, dat is een hormonaal gereguleerd proces, in je lijf goed verloopt. En dat verloopt enkel goed wanneer je lichaam in een goede voedingstoestand verkeert. En dat wil zeggen, goed voorzien is en dat het blijft in vocht en essentiële voedingsstoffen. Wil jij dus dat de afvoer van afvalstoffen in je lijf heel de dag door goed kan verlopen, met als gevolg dat de energieproductie in je weefsels heel de dag door goed kan blijven verlopen en je ook aan het eind van de dag nog geestelijke energie hebt om met je hersenen, met je wil, met je verstand invloed uit te kunnen oefenen op je gedrag, inclusief eetgedrag? Dan moet je er dus voor zorgen dat de voedingstoestand in je lijf heel de dag door goed blijft, niet verslechtert. En hoe doe je dat? Door je maaltijden en snacks heel de dag door te optimaliseren in vocht en essentiële voedingsstoffen, te minimaliseren in niet-essentiële stoffen. Dus, als antwoord op je vraag, Mieke, hoe je ervoor kan zorgen dat je de controle die je aan het begin van de dag prima ervaart over je eetgedrag, waardoor je verleidingen goed kan weerstaan, ook 's avonds nog kan ervaren, zodat je ook dan verleidingen nog kan weerstaan, dat doe je door zo goed mogelijk bij te dragen aan het behoud van een goede voedingstoestand in je lijf. Want enkel dan kan heel de dag door een mooie verdeling van vocht en voedingsstoffen over je weefsels plaatsvinden. Kan heel de dag door een goed verlopende afvoer van afvalstoffen behouden blijven. Kan een verhoging van de zuurtegraad in je weefsels in de loop van de dag zoveel mogelijk voorkomen worden. Kan de enzymwerking in je weefsels, een verslechtering daarvan, zoveel mogelijk voorkomen worden. Kan jij ook aan het eind van de dag je hersenen nog een beetje gebruiken, omdat je hersenen ook dan aan het eind van de dag nog wel wat energie bezitten. En dat is nodig om controle over je gedrag, inclusief je eetgedrag, te kunnen ervaren.